Welkom bij weer een nieuwe video van Alles Over Crypto en deze keer gaan we het hebben over Tether. Een van de werelds grootste cryptomunten, die compleet anders is als Bitcoin en Ethereum en die je ook niet moet verwarren met de cryptomunt van Ethereum, Ether. Tether, afkorting USDT, is namelijk compleet anders dan Ethereum en Ether. Het is ook de afgelopen jaren verschillende keren in opspraak geraakt omdat de waarde van Tether niet daadwerkelijk op de dollar zou zijn gebaseerd. Hoe dat allemaal precies zit en wat Tether is, dat leer je in deze video. Een stablecoin is een cryptomunt die altijd dezelfde waarde heeft. De waarde die is namelijk gekoppeld aan een ander financieel product en dat is vaak een fiat valuta, zoals de euro of de Amerikaanse dollar. Nou, wat heb je daaraan? Je kunt inderdaad geen geld verdienen met een stablecoin door die te verhandelen. Maar wat je wel kunt doen is jouw vermogen beschermen tegen de volatiliteit van andere cryptomunten. Stel dat jij Bitcoin met een winst verkoopt voor Ethereum en Ethereum daarna in prijs daalt, dan is die winst van Bitcoin weg. Je kunt Bitcoin dus ook verkopen voor een stablecoin, zodat je die waarde blijft behouden. Daarnaast zijn stablecoins ook ontzettend handig wanneer jij geld naar iemand wilt versturen en je niet wilt dat de waarde van die cryptomunt in de verloop van de tijd van het versturen van die cryptomunt daalt. Dat zou namelijk betekenen dat de ontvanger minder ontvangt dan dat jij stuurt. Op de website van Tether lezen we ook Driving the Future of Money. Stablecoins zijn namelijk ontzettend populair voor DeFi. Stablecoins moeten dus altijd beschermd worden door een ander financieel product. In het geval van Tether is dat de Amerikaanse dollar en dat zien we ook op de website. 100% transparant en beschermd. En dat is nou net hetgene waar Tether voor een opspraak kwam in 2021. Toen bleek dat maar 2,9% van alle Tether werd beschermd door de Amerikaanse dollar. Dat wil zeggen dat er maar voor 2,9% van alle munten ook daadwerkelijk ergens een dollar in een kluis opgeslagen lag. Nu vraag je misschien af waar dat voor nodig is, want Tether is toch een cryptocurrency. Dat klopt, maar de waarde wordt in stand gehouden door de Amerikaanse dollar. Dus dat betekent dat er ook daadwerkelijk ergens een dollar moet liggen. En als die dollar er niet is, dan zou die waarde zomaar in kunnen storten. Stel voor dat iedereen in zijn Tether opneemt, dan heeft niemand meer die cryptocurrency. En dan zal Tether dus ook zijn waarde niet meer behouden. Dat lijkt dus een heel groot probleem, en dat kan het ook zijn. Maar het is belangrijk om te onthouden dat deze vorm van geld in de hele economie terugkomt en het wordt dan ook commercieel bankgeld genoemd. Het geld dat op jouw bankrekening staat, dat bestaat ook niet daadwerkelijk. Het is niet zo dat het geld op alle bankrekeningen ook daadwerkelijk ergens in een kluis opgeslagen liggen. En centrale banken die doen dit zodat ze meer geld kunnen uitgeven om bijvoorbeeld de economie te stimuleren als er bijvoorbeeld een crisis is. Commercieel bankgeld zien we dus overal om ons heen en dat hoeft niet per se het slechtste te zijn. Naast Tether zijn er nog veel meer andere stablecoins. Denk aan Binance USD, die op de Binance Smart Chain draait, en USDC. Mocht je dus een stablecoin willen gebruiken, dan hoef je niet per se voor Tether te kiezen, maar er is keus genoeg. Mocht jij na het kijken van deze video nog meer willen weten over Tether, dan raad ik je aan om het volledige artikel op allesovercrypto.nl te lezen. De link naar de blog vind je in de beschrijving van deze video. En ik hoop je natuurlijk een volgende keer weer hier te zien.